Romeo Brera. Kwam in 2005 op de markt, maar hij werd maar geproduceerd tot 2010. Er kwamen nog wel wat auto's in 2011 pas de weg op. Dus officieel is hij tot 2011 geleverd. Maar ja, niet een succesverhaal voor Alfa Romeo. Dat had met een aantal dingen te maken. Voornaamste was, ja, Alfa Romeo rijders die verwachten van coupés toch lekkere sportief sturende auto's. En ja, deze auto is gebaseerd op de Alfa Romeo 159. En dus van zichzelf al best wel een beetje zwaar en niet per se de allerstrakst sturende auto ter wereld. Maar zoek je een auto met leuke GT-eigenschappen, dan is een Brera wellicht wel voor jou geschikt. De auto werd dus, zoals gezegd, in 2005 in productie genomen. In 2008 volgde er nog een facelift. En na die facelift was de V6 ook leverbaar met voorwielaandrijving. Daarvoor was op de V6 vierwielaandrijving standaard. Motorisch gezien keuze uit benzine- en dieselblokjes. En die begonnen bij 170 pk en dat liep op tot 260 pk. En ja, eigenlijk zie je ze in Nederland alleen maar met handbak, maar er was ook een semi-automaat. Qua aanbod op autotrek.nl staan er op dit moment zo'n 15 Brera's te koop. Variëren in prijs tussen de 8.000 en 24.000 euro. Wil je een diesel, die zijn wat zeldzamer. Er staan op dit moment maar 3 van. En die schommelen tussen de 10.000 en 15.000 euro op dit moment. Om een Alfa Romeo Brera te kopen, die zijn er. Ten eerste, als je een auto zoekt met 6 koplampsproeiers. Ik weet er verder geen te noemen, maar de Alfa Romeo Brera, die heeft ze. Los daarvan, het is een Alfa Romeo. En je moet gewoon ooit een keer in je leven een Alfa Romeo gehad hebben als je autoliefhebber bent. Zegt men. Ik heb hem nog niet toe laten verleiden, maar het schijnt echt zo te zijn. En het is gewoon een schitterende auto om te zien. Aandachtspunten die zijn er uiteraard ook. Om te beginnen, de dieselmotoren, die waterpompen daarvan, die gaan nog wel eens stuk. En het is wijsheid om die gewoon te laten vervangen op het moment dat je ook de distributieriem laat doen. En laat die distributieriem er niet op zitten tot de 150.000 kilometer die Alfa Romeo zelf adviseerde toen de auto op de markt kwam. Doe dat bij 100.000 kilometer al, want anders heb je dikke kans dat het boel stuk gaat. Ander aandachtspunt voor de dieselmotoren is dat er bij de 2.4 dat er een klep zit in het inlaantraject die nog wel eens vast wil gaan zitten. Redelijk makkelijke fix, maar op het moment dat je vermogen lijkt te missen, dan is dat meestal daar aan te wijten. En ook de EGR-klep is natuurlijk altijd bij wat oudere diesels een aandachtspunt. Die kan ook vast gaan zitten en verstoringen zorgen. En dan is er nog het verhaal met de distributiekettingen van de 2.2 en de 3.2 benzinemotoren. Die kettingen die zouden niet op moeten rekken, maar dat doen ze stiekem soms toch wel. Dus ja, vervang die ook gewoon preventief wat eerder dan... vervang ze gewoon af en toe preventief. Want Alfa Romeo zei altijd, nou, dat is niet nodig, maar toch wel handig om het wel te doen. Qua onderstel zijn er ook wat aandachtspunten. Om te beginnen, draagarmen met name aan de voorkant. Hoor je een wat... bonkend geluid van midden onder de auto. Laat je niet foppen, het komt niet van midden onder de auto. Op de een of andere manier lijkt het zo, maar is niet het geval. Het zijn echt de draagarmen aan de voorkant die dan aan vervanging toe zijn. Eigenlijk zijn het alleen de rubbers, maar die rubbers die kan je niet opnieuw laten persen bij Alfa Romeo draagarmen. Dus moet je de hele draagarm vervangen. Aan de achterzijde, de rubbers van de achterwielophanging, die willen ook nog wel eens verslijten. En dat wil er nog wel eens voor zorgen dat je ongelijke bandenslijtage krijgt. Dus nou ja, check vooral ook even de banden. En als die scheef afgesleten zijn, dan heb je waarschijnlijk ook te maken met versleten rubbers. En zullen ook die dus vervangen moeten worden, want anders loop je binnen no time weer tegen dezelfde problemen aan. Verder is het nog zo dat de stuurhuizen van auto's met wat hogere kilometerstanden nog wel eens wat speling willen gaan vertonen. Dus check even goed als je een auto echt met flinke kilometers hebt of die besturing wel gewoon direct reageert op jouw input of dat er wat speling in zit. Als dat laatst het geval is, dan zal het alleen maar erger worden en op den duur zul je er niet lekker mee kunnen rijden. En het is een behoorlijk dure reparatie, dus houd daar rekening mee. Verder is het zo dat als de uitleiding van de auto niet in orde is, met name de voorbanden nog wel vrij hard willen gaan slijten. Laatste dingetje, de remmen, die piepen soms wat. Kan van niet echt kwaad, maar sommige mensen vinden het hinderlijk. Dus, ja. Kom je snel genoeg achter als je mee gaat proefrijden natuurlijk.
Wat betreft het interieur zijn er eigenlijk drie dingetjes waar je op moet letten. Om te beginnen, dit is niet de allerruimste auto in de wereld. Je hebt een achterbank, maar daar kan je eigenlijk alleen zitten als je geen armen en geen benen hebt. Dus nou ja, als je extra opslagruimte nodig hebt voor spulletjes, dan is het prima. Maar ik zou er niet per se kinderen weg willen stoppen. Heb je bijvoorbeeld panoramadak, heb je ook vrij weinig hoofdruimte. Ik zit gewoon hier zo een beetje tegenaan en ik ben niet eens bijzonder lang. Het is sowieso een vrij krappe cabine. Dus als je wat groter bent, nou ja, je kan natuurlijk altijd proberen, maar de kans is groot dat je gewoon niet helemaal lekker kan zitten. Dan is het nog zo dat de sleutel, die steek je hier in het dashboard. En als je wat meer sleutels daaraan hebt hangen aan je sleutelhanger. En nou ja, zeker als je wat pittiger rijstijl hebt, dan gaan die sleutels natuurlijk bewegen. En dan komen er wat krassen op het dashboard na verloop van tijd. En tot slot, als je uitstapt, check even goed dat de gordel goed is opgerold. Op het moment dat dat namelijk niet het geval is en je gooit de deur achter je dicht, dan kan die klem komen te zitten tussen de deurstijl en het paneel van de deur. En dat is vrij gevoelig voor beschadigingen. Dus nou ja, dat kan dus dan stuk gaan. Qua exterieur zijn eigenlijk niet zo gek voor aandachtspunten. Qua roest en dergelijke valt allemaal wel mee, behalve het subframe. Dan moet je eventjes voor onder de auto kijken. Dat is wat gevoelig voor steenslag. En nou ja, op het moment dat de lak eraf ketst, dan komen er ook wat meer. Of wordt het ook allemaal wat gevoeliger voor roest. Dus check even goed het subframe of daar geen overmatige roest aanwezig is. Oppervlakkige roest is vrij makkelijk weg te werken dan. We moeten tot slot nog eventjes over de elektronica hebben. Eigenlijk niet heel veel gekke dingen bekend van de Brera. Behalve dat de elektrische ramen nog wel eens hun eigen leven willen gaan leiden. Uiteindelijk kan je die zelf resetten door het raampje eerst eventjes helemaal open te drukken. En dan de knop voor open doen 10 seconden ingedrukt te houden. Vervolgens het raampje sluiten en dus de knop voor sluiten 10 seconden aangetrokken te houden. En dan zou die het systeem moeten resetten. Ja, blijft het probleem dan alsnog bestaan, dan moet je toch eventjes terug naar de garage. En bij Autofirst Saab Apeldoorn mochten we deze fraaie 1750 Ti lenen. En ja, dit is wel gewoon een lekkere dikke. En stiekem ook wel het blokje wat je wil. Redelijk veel koppel, niet te zwaar in de neus. De V6 met name, die is echt wat zwaarder in de neus. Dat voel je wel als je gaat sturen. Mooie auto, zwart leren interieur met rode stiksels. Ja, het is wel gewoon echt alfa als je erin zit. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.